Ja. Wie is Helene van den Homberg? Dat ben ik, Helene van den Homberg. Helene van den Homberg is een, leeft een dubbel leven op zijn minst. Tussen de natuurbescherming en de muziek. En het liefst in combinatie. Maar in de muziek is Helene van den Homberg... ja. Ik schrijf graag mijn eigen muziek. Dat vind ik fijn om te doen. En ook bijzonder om uit te voeren. Eigen teksten, eigen muziek. Met goede muzikanten, goede jazzmuzikanten. Ook al is het soms niet puur jazz wat ik maak. Het is meer soms heel poppy en ook wel met wereldinvloed. Maar ik werk heel graag met jazzmuzikanten door hun vrijheid en hun enorme beheersing van hun instrument. Ja. Dus ja, dat kan ik wel zeggen misschien. Ja. Hoe lang zit jou in de muziek? Nou, ik speel al heel lang, nu vanaf mijn jaar 18, zo 17. Op de middelbare school zong ik al jazz na, met name hè, Sarah Vaughan en Carmen McRae. Ja. Andere inspirerende voorbeelden. Maar zeg maar de profscene, als je het zo mag noemen, sinds 2001. Dat kan ik gewoon op de dag af eigenlijk zeggen, toen ik Bert van der Brink tegenkwam en hij me eigenlijk het podium op sleepte en samen een cd gemaakt met Joshua Samson en Tony Overwater. Met hun heb ik 2 cd's gemaakt en een dvd ook en heel veel gespeeld. North Sea Jazz 2 keer, Bimhuis, Concertgebouw, van alles en nog wat. Maar nu heb ik een hele nieuwe groep waarmee ik deze plaat heb opgenomen. Way Back Home in 2011. En ja, een heel, ik moet zeggen, een heel persoonlijk document wat me na aan het hart ligt over... ja, de ups en downs in de liefde zou je kunnen zeggen. Het verliezen van liefde, het weer vinden, het bouwen van een nieuw nest. Het weer moeten vertrekken, het zoeken naar een huis. Dus vandaar way back home, way back. Zoiets van, het is lang geleden dat ik me thuis heb gevoeld. Ook mijn ouderlijk huis ging verloren in die tijd. Maar het is ook mijn weg terug naar het thuis. Hè? Ja, dus dat is, heel mooi. Nou, we zijn benieuwd wat we nog van je de komende tijd zullen zien. Dankjewel. Ja, dankjewel.